zag Jamie Foxx net zitten bij Gallet en Sophie. Waarom gaat hij in godsnaam bij Gallet en Sophie zitten? Begreep jij dat? Ik denk dat het, de advocaat die ernaast zat, dat dat een bekende van dat was de advocaat, maar die advocaat die kende ik ergens van, René. Harry Mens. Harry Mens! Ja, ja. Scheidingsadvocaat. De scheidingsadvocaat. Scheidingsadvocaat. Daar heb je ons ooit op gewezen, weet je dat nog? Echt? Ja, zo'n momentje, dat is onvergetelijk. Je is de hele dag thuis met elkaar. Het lijkt me toch niet een goede insteek voor... Na de zomervakantie, na de kerst, zien wij altijd meer echtscheidingen. Okay. Dus misschien... Nou, u bedankt voor het kijken. Ook. Maakt u er een mooie zonne van. Gezondheid. Ja, je werd wel serieus genomen daar. Ja, die mocht dan wel wat zeggen. Maar als ik naar een talkshow zou moeten met een advocaat, dan ging ik toch al niet. Ja. Nee, ja, of je moet Spongen zijn vrouw zijn, dan wordt het nog leuk. Ja. Maar sowieso vroeg ik me heel erg af wat ze daar deed. Want ik kreeg nou niet echt helemaal de indruk dat zij te winnen had bij dat optreden. Absoluut niet. Ik vroeg me ook af wat Galit nou eigenlijk wilde met dat interview. Dat wist hij ook niet. Is hij ook niet achtergekomen zelf? Nee, het bleef heel erg aan de oppervlakte. Ik bedoel, als je dan vroeg wat is er dan precies gebeurd, wilden ze daar niks over zeggen. Ja. Er werd ook niet gevraagd waarom kun je daar dan niks over zeggen. Want dat wil ik als niet-advocaat toch wel weten. En ja, ik miste ook wel echt heel erg gevoel hoor, bij Galit. Gewoon een invloedende manier. Die heeft, andere zorgen. Die wordt van de zender gehaald. Ja, dat weet ik nog niet. Dat moet ik eerst nog eens zien. Ja, maar de berichten zijn dat docu-soap, er dan een soap, een docu-soap komt. Ja, ze moeten natuurlijk iets sowieso op de plek van Margriet van der Linden. Ja. Maar er stond nu net bij jullie op de site volgens mij dat er misschien helemaal geen talkshow in de voorraad is. Wat jij zegt, je gaat dus met je advocaat daar zitten. Maar dan moet je toch een plan hebben. Ja. Heb je ook afspraken gemaakt, toch? Maar waarom gaan wij daar zitten? Wat hebben we te winnen? Maar als interviewer ga je denken, wat wil ik er zeker uit hebben gehaald in dit interview? Ja. Ik heb geen idee wat hij eruit wilde halen. Dat, hij zat maar. Dan laat je die foto's van haar zien, die zijn er met een blauw oog en zo. En nou, zeg maar hoe dat komt. Ja, maar weet je wat het meest gekke was? De termen drank en drugs, die toch denk ik cruciaal zijn in al dat geweld, die vielen niet eens. Nee. Je vraagt toch van waarom, wat denk jij dat het komt dat hij zo ontspoorde dan tegen jou? Ja. Tenminste, dat zou ik vragen. Maar ik had het idee dat het heel erg dichtgetimmerd was tussen twee advocaten. Ja, maar kom dan niet, hè? Wat jij ook altijd zegt. Er zijn zoveel mensen die overal gaan zitten die niks zeggen. Kom dan niet. Ja, blijf lekker thuis. Het is bezopen. Ja, je moet helemaal naar Hilversum toe. Op dat mediapark hier moet je eerst aankomen rijden. Je advocaat moet ook van huis komen. Ja. Weet je, die misschien kinderen. Ja. En ik denk niet dat zij iets aan sympathie te winnen heeft. Want ik bedoel, heel Nederland vindt Little Kleine niks. En die vindt het heel zielig voor haar. Ja. Nee, maar je hebt heel veel mensen, als je naar die talkshows gaat of op tv kijkt, als er dan 5 of 6 mensen zitten, zit er altijd één die gewoon niks zegt.